Terug naar mijn missie kan ik 24 uur overleven in de wildernis zonder eten en drinken mee te nemen. Ik weet dat ik brandnetels kan eten, maar ik moet nog wel leren hoe ik een vuurtje kan stoken onder alle omstandigheden. Hier, Klaas. Ben je nou serieus bezig met vuur maken hier? Jazeker. Het zeikt van de regen. Ja, dat maakt ons niet zoveel uit. Sterker nog, het is de uitdaging. Doe je handig. Ja, niet heel erg onlogisch, want Sigrid is namelijk een bushcrafter. Dat is iemand die alles weet over overleven in de natuur. Van hem kan ik wat leren. Bij vuur geldt één heel belangrijk iets. Nou? Dat is de gouden tip voor vuur maken. Voorbereiding. Op dit? Ja, dat is de tip en de trick, want dit kan je gebruiken ook al is het nat. Het is berk? Berkenbast. Berkenbast? Ja. Wat goed dat ik dat weet, hè? Ja. En ik schraap eigenlijk de bovenste laag eraf totdat je van die hele mooie, fijne krullen krijgt. En de regel is, hoe meer je hebt, hoe meer kans op succes. Maar jij zegt, dit kan nu branden? Dit kan absoluut branden, ja. Wij gebruiken hiervoor een firesteel. Deze schrapertje aan deze kant, ja. Schraap je dat op de firesteel. Ja. Zou het droog zijn, zou je binnen één keer kunnen halen. Ja. Voor de veiligheid maak je voor een grote vuur, om een eigen fornuisje te bouwen, eerst een gat in de grond. En je moet natuurlijk genoeg hout hebben. Nog een keer. Oh, bizar, terwijl de regen echt op ons klettert. Ja. Althans op de bomen en zometeen op ons. Ja, perfect. Ja, daar is die al. Daar is die al. Even rustig, rustig. Laat maar staan, het gaat vanzelf. Ja, zo. Zo. En nu is het de gashendel omdraaien. Je tilt gewoon die en die, beide. Ja. Vooral die, klein beetje omhoog. Hoppa, komt er zuurstof bij. Zie je dat? Dan gaat het in één keer beter branden. Ha! Ik vind het wel wat, nou, hoor. Nu komen de vlammen langzaam aan de hand. Nu maar hopen dat ik alles heb onthouden, want inmiddels ben ik hier in Frankrijk en begint mijn overlevingstocht van 24 uur. Maar in de missie stond niet dat ik geen gadgets mee mocht nemen. Ik ben gewoon een beetje zenuwachtig. Ik heb wel wat leuke gadgets gevonden. Het is een apparaat. Als je hier fik in maakt, dan kan je je telefoon ermee opladen. Hiermee kan je direct gewoon uit water drinken. Er zit al een filter in. Een superhandige tent die je heel relaxed kan ophangen. Bijna alle plekken. Ja, als je deze vergeet. Een envelop. Beste Klaas, vanaf nu start je missie. Aan de overkant van deze rivier begint je tocht. Volg de onderstaande coördinaten en zorg dat je over 24 uur op het eindpunt bent. Je mag geen eten en drinken meenemen. Om je op weg te helpen hebben we nog een extra gadget voor je klaargezet. Veel succes! Ja, dat zal ik nodig hebben, want die tas is echt loodzwaar. Ik ben heel benieuwd met welke gadget ik alles droog naar de overkant zou moeten krijgen. Nee joh, een soort waterfiets dit. Ik ben nog niet eens begonnen. Zie hoeveel water dit is. Als dit misgaat, begin ik met natte kleren. Geef ze een duwtje. Ja? Oké, dank je jongens. Het werkt gewoon! Kijk dan! Hey jongens, see you on the other side. Het gaat best goed. Wow. 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 Hey, ik wil daarheen! Ja, het kost een extra rondje trappen, maar die overkant, die heb ik gehaald. Tas is droog. Aan de overkant. Zo, nou, mijn opdracht kan echt beginnen. Alleen overleven in de wildernis. Dus echt alleen. Jullie gaan echt niet mee, hè? Dag, Klaas. Dag. Veel plezier. Ja. Zet hem op, jongen. Dag. Oké, jongens. Into the wild. Hoe loopt dit af? De derde stap vind je hier. Hier kan je nog andere beroepen vinden en daar kan je jezelf abonneren. Dus ik zou zeggen, zorg even dat je die al geklikt hebt en ga daarna naar het vervolg. Hoe loopt dit af?